Hij noemt Deadpool, maar hij is niet Deadpool. Yo, kijk eens wat, omdat je kijkt naar... What did you say, nigga? Omdat je zo... Een nieuwe aflevering van Overwatch. En ik zit hier in een 3 versus 3. En ik zit hier blijkbaar al in een potje dat al een tijdje bezig was. Oh, ik ben gehackt. Die vuile sombra. Oh man, met deze personage wat ik niet speel, dat is zo'n terste. Ik wou eigenlijk mijn Hansen spelen, maar ik werd gewoon in een potje geforceerd. Waar ze al bezig waren. Maar nu ga ik met Hanze. Het vorige potje, GG gewoon. Echt gewoon de vorige aflevering. Die ene pijl besliste gewoon alles. Die ene pijl. Maar blijkbaar zijn ze daar aan het voice-channelen. Voice-channelen, ja, mooi woord, mooi woord. Laat me naar buiten gaan. Oké, ik ga even mijn project op Arrow, of hoe dat Arrow-ding ook noemt, even klaarzetten. Eens zien of dat tegenstanders zijn. Nee, dat zijn ze niet. Die vuile sombra. Ja, misschien met verwarren is gewoon niet de bedoeling. Maar ons team is verschrikkelijk. Kijk hem maar, hij noemt Deadpool, maar hij is niet Deadpool. Deadpool is onsterfelijk, maar dat is hij niet. Nice. Oh, die sombra is echt legendarisch. Ze hackt echt iedereen. Zonder abilities ben je gewoon niks. Je kan niks zonder abilities. Maar goed, ik kan het tweede potje doen. Van dit potje was gewoon een inkomertje. Laat de play of the game zeker eens zien. Ik ben best wel eens benieuwd. Aha, iemand die AFK's zijn is best wel simpel te killen. Dat was het. Ja, oké. Wat een play of the game. Oh, twee mensen die AFK stonden. Nice, nice. Oké, ik ben in het nieuwe potje met 3 teamgenoten. Eigenlijk 2, want ik ben 1 van het team. En hier laten we even zo'n mooie arrow uitrichten. Geen tegenstanders gevonden. Nice, nice, nice. Ik zag wel een tegenstander naar boven lopen. Oké, wachten. Boom! Nee, het is die vuile diva. Die kan ik niet in mijn eentje aan. Die kan ik gewoon niet in mijn eentje verslaan, hoor. Dat vind ik toch wel een oneerlijk spel. Oh, Genji. De vuile counter op Hanzo. Oh, Genji. Die kan ik niet verslaan. In mijn eentje. Met wie zou ik? Ik heb mijn Farah. Ik zeg even no problem in de chat. Want we gaan natuurlijk echt blijven tegen onze teamgenoties. 3, 2, 1. Lanceer mee. Nice, nice, nice. Ik kan straks wel in de lucht gaan vliegen, mensen. Oké, nu is straks. Laten we gaan vliegen in de lucht. Ze schieten volop mee. Dat is niet de bedoeling. Oh, lanceer mij nog eens in de lucht. Ik vond dat niet echt een luchtwaardig potje. Oh, maar ik zit iemand daar de dammetje, jongen. Je wilt niet weten. Wow, wow, wow. Wow, rustig aan, rustig aan. Ik wil geen problemen, geen problemen. Oké, oh, nu gaan we ze neerhalen, die mannen. Nu gaan ze nog neer ook. Wow, hij wou me daar echt neerhalen. Die vuile, hoerige man. Oh, 2 schoten recht in zijn. Oh, nice. Enemy eliminated. Wow. Vanwaar word ik de hele tijd beschoten? Nee. Nee. Nee, ze komen 2 op me af. Dat was Genji. Applausje voor Genji. Oh, nog een enemy. Oh, wie was het? Genji. Nu alleen maar nog Deva. Ik zou haar snel pakken. Wie hebben we? Mukri en Winston, zag ik. Ja, Winston. Oh, pak haar. Oh, nice. Winner. 1-1. Let's do this. Het was een legendarisch goed potje. Met wie zal ik nu spelen? Moeilijk, moeilijk. Als mijn team al met dezelfde personen gaan, dan ga ik met de Widowmaker. Ja, ja. Let's do this. Widowmaker voor de win. One shot. One shot, one kill. Oké, ik ga even al beginnen te snipen.
Zien of ik al mensen kan neertreffen. Nee, dat kan ik dus niet. Noeijzen. Oké, gewoon wachten. Gewoon, boom! Het die was raak. Hoe leeft hij nog? Oh nee, ga door die vallen te vallen. Waar bemoeit zij zichzelf mee? Heeft ze geen vrienden waarmee zij zich kan mee bemoeien? Schrijf niet, want het is een diva. Die vallen diva. Oh, ik haat haar. Haal haar neer, please, Winston. Please, Mikri. Haal haar neer. Together. Together, you can do that. Boom, je hebt haar al uit haar pakje gehaald. Dat is al één ding. En verloren, GG. Wat een schaamte. Misschien moet ik nog eens met varen. Ik weet het niet. Maar waarom zegt hij altijd sorry? Het is zijn schuld niet. Het is het team's schuld. We verliezen samen. Zij eentje is mijn healer. Oh nee, Winston. Ik had denk eens dus, nee, ik heb mijn Sombra. Sombra! Everything can be hacked. Ze zegt ook gewoon heerlijk leuk. Oké, ik kan mensen besluipen en ze kaart hacken. Nee! Ik heb haar gehackt, maar alsnog heeft zij abilities die mij kunnen neerhalen. Maar Diva kan echt zoveel abilities. Zij heeft echt te veel. Ik vind dat zij uit de game moet gehaald worden. Ja, ik vind dat. Haal haar neer. Please, haal haar neer. Goed, ze blijft schieten. Nice. En nu juist nog haar. Haar zonder pakkie is er gewoon verschrikkelijk slecht. Ik wist het. GG. Maar ze krijgt haar ult dan wel echt snel. Je wilt het niet weten. Ik had denk ik met Tracer. Oh, kijk haar zo blij zijn. Dit vind ik gewoon een blije meid hoor. Ze ziet er zo blijerig uit. Elite Mask, kun je even snel iemand kiezen? Dat was niets. Dit wordt gewoon het beslissende potje, jongens. Wie dit wint, is de winnaar. En ons team wil natuurlijk winnen, dus laat ik hem maar naartoe teleporteren. Ik kan natuurlijk gewoon even toespakken. Oké. Ik wou dat gewoon even doen. Accept it, you guys. Misschien moet ik maar gewoon eens met mijn team blijven. Spring! Hallo, Winston! Winston, wacht op mij! Wow, twee enemies al geëliminated. Ik zag er daar eentje, denk ik. Nee. Maar volgens mij is het Diva. Ik hoor haar. Maar ik zie haar niet. Diva, je moet niet bang zijn voor mij. Ik had denk ik... Ah, daar. Nu, haal haar neer. Together als een team. GG! Oh, ja. Oh, mijn team heeft het zo goed gedaan. En ik heb een lootbox gekregen. Die ik in de volgende aflevering zal openen. Excellent job, team. Play of the game was sowieso Diva. Sowieso, 100%. Boom. En nu de derde. 3, 2, 1. Kabam. Neergehaald. Gewoon keihard neergehaald. 3 mensen. Een heel team heeft zij verslagen. Een heel team. Maar alsnog hebben wij samen gewonnen. Hier heb ik ook met de kill mee te maken. Man. Ik sta hier mooi glanzend op. We hebben het gedaan als een team. Tracer power. Maar goed, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Hopelijk vonden jullie dit een leuke aflevering. En dan wil ik nog maar één ding zeggen, en dat is later.